Al mijn tattoos zijn een speciaal aandenken aan iets of iemand of een tijd. En dan heb ik op allerlei plekken waar ik als rondreizende muzikant kwam, heb ik dan een aandenken genomen aan die periode, dat moment in de tijd. En dat vind ik het mooie ook van tattoos. Ze vertellen altijd jouw verhaal. Mijn favoriete tatoeage is inmiddels de naam van mijn dochter op mijn gezicht. Mijn favoriete tatoeage bij mijzelf is mijn portret van mijn grootmoeder. Die is begin dit jaar overleden. Dat was een heel belangrijk persoon in mijn leven. Mijn tattoos betekenen niet heel veel dingen. Het is altijd meer een beetje een soort van, oh, het is een leuk plaatje. Ik laat me altijd tatoeëren door iemand die, waar ik een band mee heb. Ik heb een portret van mijn zus op mijn arm. Dat is gewoon een hele belangrijke tattoo voor mij. Mijn zus is 1996 overleden. Toen was ik 14. Ik heb een speciaal aandenken aan mijn oma op mijn arm. Zij leeft nog. Ik heb dit laten doen nadat mijn opa overleden was, als een soort eerbetoon. Je hoeft niet alleen maar de mensen die al weg zijn te eren, maar je kunt ook gewoon al mensen die nog wel om je heen zijn eren eigenlijk. Ik heb een tattoo op mijn onderboob staan eigenlijk. En dat is een hangende roos. Mijn vader speelde vroeger in een groepje dat Black Roses noemde. En ik heb altijd gezegd, een hangende roos die droogt uit, maar die blijft wel mooi. Je hoeft niet per se het ergens voor te laten zetten. Het wordt daarvoor. Je gaat het op een gegeven moment dragen voor iets, voor dat, voor dit. Uiteindelijk geef je dus een symboliek aan iedere tattoo die je hebt.